twee, één. Wonderful person who I think has a great personality and has done some of the most extraordinary things now. She keeps just playing and winning and getting better, and you cannot praise her enough. Esther Vergeer is een van de meest succesvolste Nederlandse sporters aller tijden en domineert jarenlang het mondiale rolstoeltennis. Ja, goedemorgen leerlingen, goedemorgen kinderen. Dag juf en meesters, dit is weer een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Mijn naam is meester Jochem en ja, jullie hebben al een paar beelden gezien. We gaan vandaag het hebben over de kracht van sport. Maar zeker ook, hoe is het om als bekende sporter, als, zoals we dat zo mooi zeggen, rolmodel, hoe ga je daarmee om? En wat voor invloed heeft dat? En wat ja, kan je daar wellicht anderen mee inspireren? En dat hoop ik natuurlijk, want jullie gaan kijken. En jullie gaan de vragen stellen. En de persoon aan wie we de vragen gaan stellen, jullie zagen er in het beeld voorbij komen. Nou, ze 400, ja, meer dan 471 wedstrijden ongeslagen. Het is waanzinnig. Wereldtitels, Paralympische titels. Echt, je kan het zo gek niet bedenken. Er is volgens mij gewoon bijna niemand die zoveel heeft gewonnen. Dat kan haast niet anders. En haar naam is Esther Vergeer. En ja, ik ben heel blij dat zij in de uitzending is. En ik ga er gewoon bij halen. Goedemorgen, Esther. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen, wat super tof dat jij in de uitzending bent. En ik heb een paar beelden van de kinderen laten zien. Maar wil jij je even voorstellen voor de kinderen, voor degene die jou niet direct helemaal kennen? Nou, ik ben dus Esther Vergeer. Ik heb vroeger, maar ik doe dat dus nu niet meer, maar ik heb gerolstoeltennist. Ik heb aan 4 Paralympische Spelen meegedaan, 7 gouden medailles gewonnen. En ik ben ondertussen chef de mission van de Paralympische ploeg. Dus ik help eigenlijk de andere sporters nu om hopelijk goud, zilver of brons te halen. En daarnaast heb ik ook nog een stichting en daarmee help ik gehandicapte kinderen om een sportvereniging te vinden. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. Op alle mogelijke manieren betrokken bij de sport. En dus ook nog in de topsport wat dat betreft. Zeker, zeker. Hey, en waar zit jij op dit moment? Ik zit gewoon bij mij thuis eigenlijk. Dus dit is mijn kantoor. Je ziet achter mij een 1 staan. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat wij gebruiken voor onze stichting. Om te zeggen dat iedereen in ieder geval een kans moet hebben om te sporten. Dus ja, ook de kinderen met een handicap. En dit is dus een beetje mijn kantoor. Ja, hier zit ik eigenlijk een beetje te werken heel de dag. Ja, heel goed, heel goed. Hey, tof! Ja, en het leuke is, er komen inmiddels alweer eerste vragen binnen. En ik vind het een hele leuke vraag. Die komt namelijk van groep 8 van de Eloud. Die vraagt, waar bent u het meest trots op wat u hebt gepresteerd? Oh, jeetje, Mina zegt, dat is wel een moeilijke vraag. Het meest trots. Nou, als ik dan eventjes terugdenk aan toen ik nog tenniste, dan denk ik dat de gouden medaille tijdens de Paralympische Spelen in Beijing, in Peking in 2008, dat wel de meest moeilijke wedstrijd was. Want toen was ik namelijk, toen stond ik achter. Ja. Ik weet niet of kinderen dat misschien herkennen, maar als je achter staat en je moet dan nog steeds geloven in jezelf, van oh, ik kan het nog steeds, nog even doorzetten. Ja. En dat heb ik dus toen gedaan en toen heb ik uiteindelijk die wedstrijd gewonnen en dus een gouden medaille gewonnen. Dus ik denk dat dat wel de wedstrijd is waar ik het meest trots op ben. Hey, en je zegt van, ja, je stond achter en ik moet winnen, ik moet nog door, ik kan door. Wat was voor jou dan, hoe doe je dat? Eigenlijk moet je, tenminste wat mijn trucje was, en volgens mij is dat heel belangrijk dat je dan dat soort trucjes gaat ontdekken wat voor jou werkt. Maar voor mij werkte heel goed dat ik het spelletje wat ik dus tegen mijn tegenstander moest doen, dat ik dat heel simpel maakte. Ja. Dus dan moet je niet allerlei ingewikkelde forehands en backhands en services gaan bedenken. Je moet het heel simpel houden. Dus ik had me toen zelf de opdracht gegeven, alle forehands die ik krijg, die moet ik naar de overkant en dan crosscourt. Dus die moet ik dan schuin naar de overkant doen en heel diep.
En ik wist dat ik daar heel goed in was. Dat was een van mijn sterkste punten. Ja. En dat heb ik toen alleen maar volgehouden. En toen begon ik weer in mezelf te geloven. Toen dacht ik weer van, oh ja, nou, ik kan het eigenlijk best wel. Ik kan nog best wel terugkomen. Ik geloof nog wel dat ik genoeg energie heb. Ik geloof dat ik nog best wel het haar heel moeilijk kan maken. En dus, ja, ik denk dat je, als je weer zelf in jezelf gelooft, dat je dus echt nog tot heel veel in staat bent. En dus terug kan komen, zelfs als je achter staat. Ja, dat is super knap. Dat is super knap. Hey, en we hadden het over het feit van, ja, hoe fungeer je? Wat is het om een rolmodel te zijn? Hoe vind jij dat als... Hoe mensen naar jou kijken, hoe is dat? Kan je daar iets over vertellen aan de leerling? Ja, nou, in het begin vond ik dat best wel gek. Hè? Dan komen mensen naar je toe op straat en dan zeggen ze... Goh, wat is het knap wat jij doet. En ook gefeliciteerd met jouw wedstrijden. Maar ook kreeg ik heel veel vragen. Dus ik heb een kindje in een rolstoel. Waar kan die bijvoorbeeld tennissen? Of ik zit ook in een rolstoel, maar denk je dat ik kan sporten? En toen dacht ik, waarom vraag je dat eigenlijk aan mij? En ik vond dat best wel gek. Ja. Totdat ik realiseerde dat als ik dus die mensen antwoord geef, dat ik ze dan dus kan helpen. En als je dus mensen kan helpen, ja, dat vind ik dus heel, ja, daar word ik eigenlijk wel blij van. Dan kan je dus andere mensen ook laten genieten van sport. Maar dan kan je dus ook andere mensen laten inzien dat ze nog veel meer kunnen dan dat ze misschien in eerste instantie dachten. En ik denk dus dat daardoor, als je dus rolmodel kan zijn voor anderen... Dat misschien wel het grootste compliment is. En dat dus eigenlijk misschien wel het mooiste aan mijn sportcarrière is. Dat ik dus ook daardoor anderen kan helpen. Dus het is in het begin een beetje gek. Ja. Want dan denk je, nou, het is toch eigenlijk heel normaal dat je kan sporten. En dat je gewoon je ding moet doen. Maar blijkbaar is dat niet zo normaal. En dat ik daar dus nu mee anderen kan helpen. Dat vind ik eigenlijk wel, wel tof. En vind ik een echt groot compliment. Nou, dat is het zeker. En hoe gebruik je dat nu? Ook als je in jouw rol als chef de mission. Ben jij dan ook nog een soort van rolmodel voor de atleten? Ja, want als chef de mission moet je eigenlijk zorgen dat de Olympische, of eigenlijk nu in mijn geval de Paralympische Spelen, goed georganiseerd zijn. Ja. En ook moet ik er zijn voor de sporters als ze bijvoorbeeld zenuwachtig zijn. Of als ze als de resultaten bijvoorbeeld tegenvallen. Dan hadden ze bijvoorbeeld een gouden medaille verwacht. Maar dan hebben ze... geen medaille gewonnen of misschien maar een bronzen medaille. En dan moet ik er dus zijn voor de sporter. En dan kan ik wel een beetje uit mijn ervaringen, kan ik dus, ja, nou ja. Maar jij weet toch helemaal niet hoe het is om geen medaille te winnen, Esther? Want jij won altijd alles. Maar ik weet wel wat het is om te verliezen. Ik heb natuurlijk ook wel verloren. Ja. En ik heb ook wel in trainingen, als ik bijvoorbeeld, als het heel erg tegenviel, het lukte niet of ik had een blessure. Ja, dan weet ik wel wat het is, hoe je daar weer overheen komt. En dus... Ja, in die zin kan ik daar dus ook wel een belangrijke rol spelen voor de sporter. Ja, ik krijg een vraag binnen van groep 8 van Panna. Dat is mijn kat trouwens. Ja, ik zie hem. Ik zag hem voorbij komen. Ik heb hem op de bingo kaart afgevinkt. Ja, hoe heet jouw kat? Ik heb Teun. Teun. Hij heet Teun. Ja, heel goed. Teun komt ook even in beeld. Die is ook bij sporter in de klas. Gezellig. Is hij ook een beetje een keurig rolmodel of haalt hij kattenkwaad uit? Die haalt wel kattenkwaad uit. Die komt soms met muizen en vogels naar binnen. Ja. En dat vind ik helemaal niet leuk. Maar het is wel natuurlijk. Het is wel natuurlijk. Het hoort er wel. Ja, zeker. Groep 8 van Panhuis die vraagt van... waarom heeft Esther voor tennis gekozen? Ik was toen ik 8 jaar was, kwam ik in een rolstoel terecht. En toen ben ik eigenlijk allerlei sporten gaan uitproberen. Ja. En ik vond tennis dus eigenlijk wel de leukste sport. Gewoon omdat dat hartstikke moeilijk is en zwaar is voor je armen. Ja. Dus toen dacht ik, ja, daar word ik gewoon sterk van. En ik vond het een hele leuke sport, omdat je dat dus helemaal in je eentje kan doen. Dus dat je zelf kan bepalen wat je tactiek is, hoe hard je traint en met wie je wil samenwerken eigenlijk. Maar ook dat als je dus wint of verliest, dat het gewoon echt je eigen verdienste is of je eigen schuld is. En dat vond ik zo tof van tennis. Dus daarom heb ik voor tennis gekozen. Heel goed. Groep 8 van de Elout, die wil ook weten van, wat is uw volgende doel? En dat vind ik wel een mooie vraag. Want... Oh, jeetje mine, wat is mijn volgende doel? Ik ben net als chef de mission bij de Paralympische Winterspelen geweest. En de Paralympische Zomerspelen, die zijn in 2024 in Parijs. Ja. Ik vind dat heel erg tof om misschien nog te doen. Maar ik weet nog niet of ik dat mag gaan doen. Maar dat lijkt me wel heel leuk. Maar dat is nog niet zeker. Nee. Dat wordt denk ik pas volgend jaar wordt dat gekozen. Dus ik ga nu heel erg mijn best doen dat ze mij gaan kiezen. Dus dat is een doel. En wat ik ook heel leuk vind, wij zijn pas geleden met de Esther Vergeer Foundation gestart in ziekenhuizen om alle kinderen met een handicap en een
aandoening. Dus dat kan ook zijn als je een aandoening hebt aan je hart of aan je longen. Ja. En je kan niet gewoon meedoen met zeg maar gezonde kinderen. Ja. En ik wil eigenlijk als doel stellen dat ik al die kinderen in al die ziekenhuizen een sport. Ja, vereniging of een sportplek kan aanbieden. Dus dat is ook wel een beetje mijn... Dat is wel iets heel groots. Heel groot. Maar ik denk dat er heel veel kinderen zijn die op dit moment nog niet sporten. En die daarbij een beetje hulp nodig hebben. En dus ja, dan vind ik wel dat je soms als heel... Ja, dat je best wel een groot doel mag stellen. Omdat, ja, als je zelf een groot doel stelt, dan is de uitdaging ook groter. En ik hou wel van grote uitdagingen. Helder, helder. De Ark uit Diemen, die vraagt, wie was uw voorbeeld om topsporter te worden? Dat vind ik leuk. Nou, ik had iemand in een rolstoel en die heette Maaike Smit, maar die was niet zo bekend in Nederland. Maar dat vond ik wel, want die deed ook basketbal en die deed ook tennis en dat deed ik ook. Ja. Dus die was eigenlijk wel mijn voorbeeld. Maar ik had ook Michael Jordan en Steffi Graf. En nu weet ik weet niet of jullie dat misschien kennen, want ik ben natuurlijk al hartstikke oud en jullie nog niet. Maar dat waren hoe oud dus ben je, Esther? Ik ben 40. Ja. Dat valt toch nog. Dus dat is al best wel. Ik had rolmodellen van lang geleden. Steffi Graf en Michael Jordan. Maar Michael Jordan kennen jullie denk ik wel. Ik denk dat de meeste kinderen Michael Jordan. Eigenlijk een van de werelds meest legendarische basketballers natuurlijk. Precies. Dus die vond ik gewoon tof. En die had ik op groot op mijn poster staan. En ook al kan ik natuurlijk vanuit een rolstoel kan ik niet springen. En ik kon geen dunks maken. Maar ik had dat wel als voorbeeld. En ik heel gaaf om dan gewoon een beetje te bedenken dat ook al zit ik in een rolstoel, maar dat ik wel gewoon supergoed kon basketballen en hard kon heen en weer kon rijden, zeg maar. Ja, mooi. Wat heel veel leerlingen wellicht al weten, is dat ik heel vaak vraag aan de gastdocent of zij iets kunnen doen om de leerlingen even in beweging te brengen. Dus eigenlijk wil ik jou ook al challengen. Heb jij iets, ook voor mij als meester Jochem, dat we even wat kunnen doen, dat we even weer actief worden? Ik heb dus een heel, dat is best wel moeilijk en dat is coördinatief lastig. En sommige kinderen kunnen dat heel goed en sommige dus ook helemaal niet. Dus het is ook best wel een beetje grappig. Als jullie dat dus allemaal even in de klas gaan doen, dus moet je even gaan staan. Gaan staan? En dan moet je je armen omhoog doen. Ik deed het als een soort van warming up. Dus je moet je armen omhoog doen en dan één hand naar voren en één hand naar achteren. En dan eigenlijk rondjes draaien, zo snel als je kan. Ja. Ja, en dan als dat dus goed gaat, dan moet je proberen om dat de andere kant op te doen. Dus dan de andere hand naar voren en de andere hand naar achteren. Oké, Jochem, jij kan het dus wel in ieder geval. Ja. Maar sommige kinderen, het is gewoon lastig om dus één naar voren, één naar achteren te doen. Dus coördinatief is het. En als de kinderen nou lastig vinden, hoe kunnen ze dat leren? Dan moet je bovenin starten waarschijnlijk? Ja, bovenin starten en dan begin je eigenlijk gewoon met één hand. Dus die ga je dan gewoon, hou je de andere hand vast. Ja. En dan ga je dus naar achteren. Ja, en dan doe je dus en dan stop je weer even bovenin en dan ga je de andere hand naar voren doen. Ja. Ja, en als je dat dus goed kan, dan kan je een soort van even je armen laten vallen. En dan moet je een beetje je lichaam een beetje draaien, anders kan het niet. Een beetje draaien. En als je dan gewoon één keer doet en weer boven stopt. Dus naar voren en naar achteren. Ja, en dan nog een keer. Nou ja, en als dat dus goed gaat, dan kan je dat de hele tijd doen. Hey. En dat is goed voor de warming up, zeg maar, van je schouders. Ja. En dus als dat goed gaat, dan kan je dus ook proberen of je dus de andere kant op. De andere kant op. Nou, dat. Ja, en als je het niet kan, is dat dus ook niet erg, maar dan kan je het nog gaan oefenen. En dat is ook weer fijn om te doen natuurlijk. Zeker. Ja. En dit is dus makkelijk, want je kan dat eigenlijk altijd op ieder moment, wanneer je maar wil, kan je even gaan staan en kan je dit even doen. Ja, en wat ook wel leuk is, ik bedoel, dat is als iemand in een rolstoel en dus als rolstellers moet ik super sterk in mijn schouders zijn. Ja. Dus wat ik ook wel eens tussendoor doe, en dat kun je... Nou, als je een tafel naast je hebt, bijvoorbeeld hier een tafel. Ja. Dat ik dan eventjes een soort van mezelf een beetje zo opdruk. Zo één keer, twee keer of drie keer of tien keer. Het ligt een beetje aan hoe sterk je En dat kan je natuurlijk ook bijvoorbeeld op je armleuning doen. Ja, op je armleuning. Ik heb het als een turner zien doen. Die duwde zichzelf omhoog en dan strekte hij zijn benen ook nog uit. Dat was heel grappig. Maar dat is volgens mij dan weer nog een stukje moeilijker. Ja, dat gaan we jou niet vragen. Dat kan dus niet als je in een rolstoel zit, volgens mij. Hè? Nee, dat kan ik niet. Ik kan mijn benen niet bewegen. Nee. Ik krijg nog wel vragen binnen. Basisschool De Regenboog die vraagt, waarom is sporten zo belangrijk voor kinderen?
En voor nou, haar leerlingen, zegt ze dan ook. Oh, voor ja, mijn leerlingen. Nou, ja, sporten is voor iedereen belangrijk. Hè? Dus voor kinderen, maar ook voor gewoon volwassenen en oude mensen. Iedereen moet eigenlijk bewegen. Eén, omdat je, je wordt er gezonder door. En weerbaarder, dus dan word je minder snel ziek. Maar het is ook gewoon leuk. Ja, ik ben gaan sporten omdat ik het gewoon heel tof vond. Ik vond het leuk om met andere kinderen bezig te zijn. Ik vond het leuk om te zien dat ik dus ergens beter in werd. Ik vond het leuk om samen met mensen te sporten en met kinderen bezig te zijn. Ja, dus ik werd er gewoon blij van. En dan hoef je dus even niet te denken aan school of dan hoef je even niet te denken aan... ik had altijd heel veel ruzie met mijn broer. En dus toen dacht ik ook wel eens van, oh lekker, ik heb dan even geen last van mijn oudere broer, dan kan ik even lekker tennissen. Ja. Dus ik vond het ook gewoon heel leuk om met andere kinderen bezig te zijn. Ja. Ja. En wat zou je kinderen adviseren op het moment dat ze nu nog eigenlijk niet zoveel zouden sporten? Ook voor de leerkrachten, want die vragen natuurlijk waarom is sporten zo belangrijk voor mijn leerling, als dat niet helemaal nog niet voldoende is, wat zou je adviseren? Kan je iets adviseren? Nou, ja. Ja, want het, soms is het natuurlijk, je kan allerlei dingen bedenken waardoor het lastiger is. Hè? Dus of de sport die je wil gaan doen, die is niet bij jou in de buurt. Of het kost soms best wel wat centjes om inderdaad een lidmaatschap te hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat niet altijd alles georganiseerd of bij een vereniging hoeft. Hè? Dus je kan ook gewoon een rondje gaan hardlopen of gaan fietsen met je vrienden. Of voetballen op straat. Voetballen op straat. Tennis op straat. Hoe noem je dat? Ja, ik weet niet eens hoe dat heet. Dat urban rennen, weet je wel? Ja. Dus dat je over heuveltjes op springen. Ja. Nou, volgens mij is dat ook wel supercool. En helemaal als je zelf natuurlijk zo'n traject gaat uitzetten. Doe dat bijvoorbeeld met je klas. Of doe dat met een paar kinderen van je klas. En nodig dan je hele klas uit om die, die urban trial, volgens mij heet dat zo, te gaan doen of zo. Ja. Dus volgens mij kan je op hele laagdrempelige manieren kan je echt wel actief worden. En dat zeggen ze ook, hè? Als je maar eventjes actief wordt, dus je hoeft niet meteen... Wat we net deden eigenlijk al. Dat is al best wel oké. Ja. Dus het hoeft 10 minuutjes of een kwartiertje of in de pauze of tussendoor. Je kan het ook gewoon eigenlijk op ieder moment doen. En dan is het ook al goed. Absoluut. Komt nog een leuke vraag binnen van de Arcadiemen. Was het lastig om uw plek te vinden binnen de sport als gehandicapte sporter? Ja, best wel eigenlijk. Ja, ik vond dat in het begin zeker best wel lastig. Omdat ik dan toch een beetje om me heen keek en kinderen zonder handicap zag. En toen dacht ik, ja, ik ben toch wel anders en ik ben niet zo snel misschien. En dus dat vond ik wel moeilijk. En sommige kinderen wisten ook niet zo goed hoe ze met mij moesten omgaan. En die gingen mij bijvoorbeeld heel erg doen alsof ik zielig was. Ja, en dat ben ik helemaal niet. Ik wilde gewoon meedoen. Ja. En uiteindelijk heeft de trainer, die bij mij op de tennisclub was, die heeft ervoor gezorgd dat ik me op mijn plek voelde. Maar ook dat andere kinderen zich dus heel erg oké voelden met dat ik ook gewoon meedeed met de tennisles. En uiteindelijk hebben we dus gewoon allemaal samen gesport en ging dat hartstikke goed. Maar ik vond het in het begin wel moeilijk. Ja. Laatste vraag die ik wil stellen voor nu is even van groep 8 van Panhuis de vraag. Wie was je moeilijkste tegenstander in een wedstrijd en hoe ging je daarmee om? De moeilijkste tegenstander? De moeilijkste tegenstander. Nou, die kwam dus uit Australië. Die heette Daniela Di Toro. En die was voor mij heel moeilijk, omdat zij iedere keer kwam ze naar het net. En dan moet je dus of er overheen. Ja, precies. Zoals jij nu even naar voren komt. Dan, dat is al best wel angstaanjagend. Jochem, niks vervelend naar jou toe. Maar dat is dan best wel dat je denkt, ik moet nu iets gaan doen. Ik moet nu of er langs of er overheen. Ja. En dan werd ik altijd zenuwachtig. Dus ik probeerde dan altijd voor te stellen, oké, Danielle komt nu wel naar het net, maar ik doe net alsof ze nog achterin staat. En dus dan verander ik niks aan mijn tactiek en probeer ik gewoon zo hard mogelijk te slaan. En als ik zo hard mogelijk sla, en ik was dus best wel sterk, werd zij ook wel een beetje zenuwachtig en bang. Dus daarna ging ze dan toch wel weer vanzelf naar achteren. Dus dat was dan een beetje mijn tactiek. Dan krijg je precies voor elkaar wat je graag wilde. Dat is, Hey, en wat doe jij nu nog voor tennis? Jij nog? Wat doe jij voor sport zelf? Nee, ik ben dus eigenlijk helemaal niet meer aan tennissen. Alhoewel, als ik dan naar buiten kijk en het wordt weer een beetje lente, dan denk ik, dat is echt een leuk sport, want dan kan je lekker buiten zijn. Ja. Maar wat ik nu voornamelijk doe, is fitnessen en fietsen. Of eigenlijk handbiken heet dat dan. Dus dan fiets ik met mijn armen. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gezien. Ja. Maar dat doe ik dan om fit te blijven. Dus, en ik wil heel graag een keer padellen. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gedaan, maar dat lijkt me namelijk ook echt leuk. Om een keer uit te gaan proberen. Dus ik denk dat ik deze zomer een keer, voor mij een nieuwe sport, maar dat ik padel ga uitproberen. Het lijkt me best lastig, omdat het wat kleiner veld is volgens mij, hè, met een rolstoel. Ja,
Ja, maar het is wel te doen. Want ik heb wel vrienden die het al hebben gedaan. En die zeiden, oh, het is superleuk. En moet je een keer proberen. Dus ik ga dat eens een keertje uitproberen. Leuk, superleuk. Hé, ik kijk al naar de tijd, joh. Het is alweer bijna 10 voor 10. Het gaat supersnel, het gaat supersnel. Wil jij nog als laatste les iets meegeven aan de leerlingen die hebben gekeken en geluisterd hebben meegedaan met jou? Wat voor mij altijd werkte, is dat je dus jezelf of een doel meegaf, hè, of een uitdaging. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen dat of kies een uitdaging voor jezelf, of bespreek het even met een vriendje of vriendinnetje. Wat jullie deze week of volgende week, of nou ja, dat je daar een tijd aan, wat jullie gaan doen. Dus bijvoorbeeld een keertje hardlopen met z'n tweeën, of dat jullie dus zo'n urban trial gaan uitzetten met de klas. Maar dat je even een afspraak maakt met elkaar, van goh, wat gaan wij nu sportief, wat gaan we nu doen? Iets nieuws, iets leuks, iets met elkaar, of iets voor de klas of zo. Dat je even een afspraak maakt, en daar moet je je dan ook wel natuurlijk aan houden. Dus dat zou ik eigenlijk willen meegeven en elkaar een opdracht geven. Heel goed. Nou, dankjewel ook voor de juf en meesters natuurlijk om dat daarin mee te nemen. Heel goed. Hey, dankjewel. Succes sportsen. En we gaan ervan uit dat jij gewoon in 2024 ook weer chef de mission bent, hoor. Ik hoop het. Dankjewel voor nu en tot snel weer. Dag Esther. Dankjewel. Doei. Hoi, hoi. Ja, kinderen, dit was weer een aflevering van Sporter in de Klas. Volgende week zijn we er ook weer. En volgende week hebben we een bijzondere gast wederom. En zijn naam is Mart de Kruijf. Dan denk je, Mart de Kruijf, waar gaat dit over? Mart de Kruijf is voorzitter van de Invictus Games. En Invictus Games, dat zijn eigenlijk de Olympische Spelen voor met name militairen die eigenlijk gewond geraakt zijn. En die Spelen zijn een aantal keer uitgesteld. Maar die gaan op 16 april eindelijk van start in Den Haag. En hij gaat van alles over vertellen. En het gaat natuurlijk, het thema is de kracht van sport. En hij zal gaan vertellen over hoe hij daarmee omgaat. Hoe hij de deelnemers naar Nederland haalt. Zodat zij met middels hun sport eigenlijk gewoon hun leven weer, zoals we dat ze kunnen zeggen, zo mooi op de rit krijgen. Want als je in de oorlog, en we weten nu dat er in Oekraïne een oorlog is. Als je in de oorlog bijvoorbeeld je been kwijtraakt, dat laat wel wat sporen aan. Nou, daar gaat het volgende week over. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Volgende week, belangrijk om te realiseren, zijn we er om 10:30. En voor nu een hele fijne week nog en veel beweegplezier. Groeten van meester Jochem. Hoi, hoi.